Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Tsunami TV. Mijn naam is Dershini Kodebaks. Vandaag zijn we in het Sir Winston te Rijswijk, ter ere van de Diaspora Drink Edition. Het is alweer de vierde editie. Het is de Business Edition ook wel. En wij zijn heel erg benieuwd wat Diaspora in petto heeft vandaag. Dus blijf vooral kijken, want ik beloof u, het wordt heel erg interessant. Naast mij zit de CEO en founder van Diaspora Drink en Diaspora World, Jimmy Dahu. U heeft hem in vorige afleveringen al voorbij zien komen. Dat was toen tijdens het kick-off event. We zijn nu alweer bij het vierde event beland. Goedenavond, Jimmy. Goedenavond, Darzani. Hoe is het? Ja, goed. We zijn weer na 5 maanden zijn we teruggekomen weer met de volgende editie. Dit keer de Business Edition. Op de supermooie locaties in Winston en Rijswijk dus. We gaan er tegenaan. We gaan nu starten en we zitten nu bezig te speeddaten, zoals u ziet. Zakelijk speeddaten. Dat is nieuw. Dat kennen we nog niet, zeg maar. Dit is wat we nu voor het eerst gaan uitproberen. Het is nog steeds een babytje, dus je moet het even laten groeien. Maar het ziet er goed uit. Dus, Voor welk doelgroep is dit event specifiek bestemd? De doelgroep is eigenlijk iedereen die een succesvol, ambitieus leven wil leiden. Ondernemers, studenten. We moeten elkaar gaan steunen. Mijn doel is om een eenheid te creëren, zodat het makkelijker gaat voor mensen die een opleiding hebben of die een stageplek nodig hebben. Of een ondernemer die ons kan begeleiden in het gedeelte van startondernemer zijn. Dat is eigenlijk de doel, om zoveel mensen bij elkaar te brengen. Om het succes veel groter te maken, zoals we altijd zeggen. Zaken, dat groeit eigenlijk niet door. Als jij mensen niet gaat bouwen, dan kan je ook geen zaken doen. Dus dat is eigenlijk het doel wat ik wil hebben eigenlijk. Een groot netwerk en zodat we elkaar kunnen helpen door nog beter te kunnen netwerken. En nog succesvoller te worden in wat we nu al zijn eigenlijk. Want de Hunestaanen zijn eigenlijk gewoon succesvol. Sommige mensen hebben hulp nodig om zichzelf. Iemand die kan jou zeg maar het beste uit jou halen. En dan opeens weet je wat je talent is. Dat is mijn doel om dat te bereiken bij iedereen. En wat zijn jouw plannen op korte termijn? Want we weten natuurlijk allemaal dat Diaspora Drink, dat is een onderdeel van een groter iets. Zou je dat kunnen toelichten? We hebben dus nu de evenementen met artiesten. We hebben evenementen met netwerkborrels. Er komt een eigen kledinglijn aan. Maar dat ga ik pas vertellen wanneer ik gewoon helemaal klaar ben om te gelanceerd worden. Wat nu echt eraan gaat komen is dat een stichting online gaat komen. Kids Gone Tough. Ja, dat staat voor kinderen. Kinderen die misbruikt zijn, kinderen die mishandeld zijn, weeskinderen, obesitas, gepeste kinderen. Dus wij willen een opvangcentrum creëren. Dus met betere voeding, betere coaching. Ik vind dat is een doelgroep wat heel belangrijk is. Want als het daar misgaat, dat is de leeftijd waar het misgaat, de rest van je leven kan getekend zijn. Wij willen gewoon betere voorlichting geven, betere cursussen geven, willen ze gaan trainen. Dat is eigenlijk Kids Gone Tough. We hebben een hele leuke ambassadeurs. Een van mijn ambassadeurs is Giga Musashi. We zijn bezig met voetballers, BN'ers, celebrities, acteurs. En we hebben wat projecten in India, Suriname in Brazilië en Nederland zijn we bezig dus om het te gaan lanceren. Maar dat komt op een later stadium. Dankjewel voor dit gesprek. Ga door. We zijn te dik. We wegen te veel. Dat kan zo niet langer. Mijn naam is Rabin Baldeusing, wethouder Volksgezondheid van Den Haag. We moeten meer bewegen. Samen met u wil ik investeren in een gezonde leefstijl voor alle inwoners van onze stad. Ik ga voor 10 kilo. Doet u ook mee? Gezond is vet, vet cool. Naast mij staat een hele vriendelijke dame die ik hier ben tegengekomen. Haar naam is Shakila. Zij is met een groep van 3 personen tijdens het Business Edition van Diaspora Drink Event. En nu is het onderdeel Business Edition, dus er wordt volop genetwerkt. Goedenavond mevrouw. Waarom staat u hier en bent u ook niet aan het netwerken? Nou, we zijn hier met 3 bestuursleden, dus ik dacht eerst de 2 anderen aan het woord gaan. En daarnaast zien wij wel, straks kan ik dan volop ook aan de gang. En wat vindt u van de opzet? Ik vind het eerlijk gezegd geweldig, want dit had ik niet verwacht. En dit is ook weer een hele goede manier om bekendheid te geven aan de Hindustaanse vereniging. Goedenavond dames, wat zien jullie er prachtig uit? Wat brengt jullie hier? Nieuwe mensen leren kennen, netwerken. Kijken of op zakelijk gebied, maar ook gewoon om nieuwe mensen leren kennen. En wat is uw naam? Reshma. En wat is uw naam? Reisa. Oké. En wat brengt u hier?
Hetzelfde als Rishma eigenlijk, maar ik ben daarnaast ook op zoek naar een nieuwe baan. Dus wie weet dat ik hier iemand tegenkom die maar iets kan aanbieden. Je weet maar nooit. Ja, dat is inderdaad een geweldige gelegenheid, omdat er natuurlijk heel veel ondernemers hier zijn. En wat vinden jullie van het initiatief wat Diaspora doet op dit moment? Om Hindoestaanse ondernemers, Hindoestaanse jongeren een platform te bieden. Ja, ik vind het heel erg goed, omdat je hoort het bijna niet in Nederland. En ik vind het een heel goed initiatief. We zijn hier voor de eerste keer, dus we moeten even kijken hoe het gaat zijn. Maar het initiatief vind ik wel super. Bent u al bekenden tegengekomen hier? Nee, nog niet. We kennen ook minder mensen, denk ik, van hier. Want u bent in het dagelijks leven woonachtig? In Amsterdam. Ja. En nu ook? Ook in Amsterdam, ja. Heb je in Amsterdam dit soort gelegenheden ook? Nee, ik had al een keer gemaild van wanneer komt het in Amsterdam. Maar ze waren nog mee bezig met de organisatie. Dus, Nou, dames, ik wens jullie heel veel succes. En ik hoop dat alles lukt en dat jullie interessante mensen tegenkomen. Hartelijk dank voor dit interview en een hele fijne avond toegewenst. U kunt nu gaan genieten van een geweldig muziekstuk. En dan zijn we zo snel mogelijk bij u terug. Veel kijkplezier. Goedenavond. Wat is uw naam? Sorin. En wat is uw naam? Gaitri. Wat vindt u van de opzet? Heel mooi. Ik ben hier nog nooit geweest, maar het is echt heel mooi. En
En dit is natuurlijk alweer de vierde editie. Bent u ook al eerdere edities aanwezig geweest? Ik ben bij de eerste editie waren we ook aanwezig. En wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben assistentmanager in een kledingwinkel. En dat is in Lelystad, Bataviastad. Mijn winkel is opgehouden, dus momenteel zit ik even thuis. Maar u heeft geen behoefte om hier te netwerken? Want we zijn natuurlijk bezig met het netwerkgedeelte op dit moment. Ja, misschien wel in de toekomst, maar voorlopig even niet. Voorlopig vind ik lekker thuis even uitrusten. Dus u aanschouwt het gewoon? Ja. Wat doet u in het dagelijks leven? In het dagelijks leven werk ik met een autistisch kind. En daarnaast ben ik mantelzorger. En ik vind het heel bijzonder dat ik hier ben vanavond. Dat ik dat mee kan maken. En het is voor mij voor het eerst dat ik hier ben. En u gaat dadelijk ook netwerken? Straks. Straks. We zitten even een drankje te nemen. Proost. En straks gaan we dat doen. Ja. Okay. Nou, hartelijk dank voor dit interview. Heel veel succes vanavond. En een hele fijne avond verder toegewenst. Ja, dat zal wel lukken. Goedenavond. Wat is uw naam? Ik ben Asmoen. Voor mij is het wel de eerste keer. Ik ben nooit eerder geweest, nee. En wat vindt u ervan? Ik zie het er wel gezellig uit. Ik vind het wel leuk uitzien. Alleen uw locatie, uw locatie vond ik wel moeilijk te vinden. De locatie was moeilijk te vinden. Ja, ik kom helemaal uit Rotterdam. En we waren een beetje verdwaald. En wat doet u in het dagelijks leven? Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij. Ik mag niet reclame maken, dus ik ga niet zeggen welke. Een van de grootste. En ik ben daar relatiebeheerder. En dat doe ik al een tijdje. Ik doe eigenlijk met pensioen verzekeren. Dat klinkt heel erg interessant. Het is een heel moeilijke materie, maar het is wel leuk. En daarnaast doe ik ook nog vrijwilligerswerk. Want ik werk fulltime bij de verzekeringsmaatschappij. En daarnaast loop ik op evenementen als EHBO'er rond. Dus ik ben een EHBO'er. Oh, wat goed. Ja, dat loop ik, doe ik ook. En hoe vaak doet u dat? Dit jaar heb ik nog geen één gedaan. Ik begin eerst, de eerste keer bij het Pagwa-feest. Ga ik daar staan. Dat is 17 maart. Zeker in Rotterdam. En het ligt eraan hoeveel evenementen we hebben. We hebben veel vrijwilligers. Dus wanneer ik kan, want ik werk natuurlijk fulltime. Dus ik kan niet altijd. Meestal het weekend. Dan ga ik dat doen. Nou, en ik zag u net al, u heeft deelgenomen aan één ronde, ja, ronde van, van het netwerken. En wat vond u daarvan? Heeft u er nog iets aan overgehouden? Ik vond het leuk om kennis te maken met haar. Ze vertelde wat ze allemaal deed. Dat vond ik leuk. Nou, hartelijk dank voor dit interview en ik wens u een hele fijne avond. Dankjewel, hè. De heer Ramdhari, goedenavond. U heeft onlangs deelgenomen aan de Diaspora Drink Business Edition en het netwerken. Hoe heeft u dit ervaren? Ik vond het heel erg leuk. Ik had me geen voorstelling kunnen maken van wat het eigenlijk zou zijn en hoe dat precies vorm zou krijgen. Maar aldoende bleek dat het ontzettend leuk was. Je kwam de meest uiteenlopende personen tegen. Mensen uit de politiek, mensen uit het bedrijfsleven. En het praten ging heel erg lekker. En is het voor herhaling vatbaar? Oh, zeker. Wat mij betreft mag het vanavond nog even uitlopen. Ja. En heeft u al leuke connecties of contacten op kunnen doen wat voor u in uw voordeel zou kunnen werken? Ja. Ik ben zelf voorzitter van een oudere vereniging, Ouderenbond in Zoetermeer. En ik kom tot de ontdekking dat de mensen die ik vanavond gesproken heb, toch erg veel interesse hebben voor dit onderwerp. Met name de politici die ik vanavond gesproken heb, die willen dit op hun agenda zetten. Het punt van de oudere vraagstukken. En met name het punt van de eenzaamheid. Dat is een onderwerp dat al lang speelt en nog steeds niet opgelost is. En u geeft aan, u bent voorzitter bij een ouderenvereniging. En hoe lang bent u al hierbij betrokken? Ik ben 3 jaar geleden aangetreden als voorzitter. En ik werd toen al geconfronteerd met het probleem van de eenzaamheid. Wij in Zoetermeer organiseren 1 keer in de maand activiteiten voor de ouderen. Maar in de tussenliggende periode blijkt dat ze toch nog niet weten om te gaan met de ruimte die ze hebben, de tijd. Ze zitten te wachten op de telefoontjes van kinderen die het ontzettend druk hebben en maar niet bellen. En dat doet erg veel pijn. Waar wij in Zoetermeer vooral mee bezig zijn, is de vraag, wat kun je organiseren om ouderen bezig te houden, permanent bezig te houden, zodat ze de dag doorkomen. Wij denken in termen van leesbevordering. Hè? Ze kunnen Koran lezen of Ramayana lezen, Hanumantje Lisa. Maar als ze dat niet willen, dan kunnen ze misschien via de computer in aanraking komen met die grote wereld, vol met informatie, waar hun kinderen en hun kleinkinderen
dagelijks mee bezig zijn. En we hopen dat ze via de computer nieuwe kennis kunnen en kunde kunnen opdoen, maar ook vertrouwd kunnen raken met die wereld van hun kinderen en kleinkinderen. En dat, dat de discussie, dat gesprek met de volgende generaties makkelijker verloopt. Nou, de heer Ramdhari, ik ga u hartelijk bedanken voor dit interview en graag tot de volgende keer. Dank u wel. Dames en heren, u kunt nu gaan genieten van een prachtig dansstuk en dan zijn wij zo bij u terug. Bent u op zoek naar een gezellige DJ? Bel DJ Rockstar. DJ Rockstar speelt voornamelijk Hindoestaanse muziek en is gespecialiseerd in het spelen op familiefeestjes, zoals verjaardagen, trouwerijen, moerans en andere feestjes. Luister maar naar deze mensen. DJ Rockstar is een heel goede DJ. Ze draaien heel goed muziek en iedereen hiervan kunnen genieten. De jongeren, de ouderen en ook de tieners. Grandioos, oké, mole. Grandioos. Ik heb adviseer Karila, ook verjaardag, we houden haar hier op Patwan. DJ Rockstar. Ik en mijn familie en vrienden hebben veel genoten van DJ Rockstar. Het was een hele leuke avond. Hij is een man op leeftijd, maar ik ga wat draaien. DJ Rockstar was geweldig, geweldig, super. DJ Rockstar kan spelen in grote, maar ook kleine zalen. Bent u moe geworden met altijd dezelfde DJ's tijdens uw familiefeestjes? Bel dan DJ Rockstar op 06 19 92 51 76. U krijgt een feestje dat mensen niet snel zullen vergeten. Ik heb hier een hele interessante dame naast mij. Dat is mevrouw Shira Rostam Khan. En zij heeft zich kandidaat raadslid gesteld voor de partij Groep de Mos, ouderenpartij. En hoe bent u op dit idee gekomen? Nou ja, Groep de Mos, ik moet als eerste even vertellen. Groep de Mos, ouderenpartij, is Groep de Mos is een lokale politieke partij die samen is gegaan met de ouderenpartij. Dus we zijn er voor jong, oud en ondernemend Den Haag.
een van de speerpunten zijn, ondernemen moet een feest zijn. Nou, ik als ondernemer trok me daar zeer van aan. Ook het vergunningenbeleid en een goed werkend ondernemersloket. Waar de ondernemers altijd mee te kampen hebben, is dus inderdaad de vergunningenbeleid. Ja, ze zeggen wel eens van ondernemertje pesten en dat is ook echt het geval door de gemeente. Dus dat trok mij wel aan. Ik wil me namelijk inzetten voor de ondernemers. En zoals ik begrijp uit uw verhaal, bent u zelf al ondernemer. En kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, ik ben zelf al 20 jaar ondernemer. Ik ben op mijn 19-jarige leeftijd begonnen met mijn eerste onderneming samen met mijn man. En daarna heb ik diverse andere ondernemingen gehad. Maar focus me nu op mijn politieke carrière. En hoe gaat de campagne tot nu toe? Nou, mijn campagne gaat heel goed. Ik ben in de wijk ook behoorlijk actief. In Den Haag behoorlijk actief, maar ook in de wijk wil ik eigenlijk zeggen. Want ik ben ook stadsvoorzitter voor Ypenburg van Groep De Mons Ouderenpartij. Dus wat er speelt in de wijk, daar ben ik behoorlijk in actief. Waaronder ook de verlichting van Ypenburg, de torens van Ypenburg, die deden het niet. En ik heb er toch wel voor gezorgd dat ze het nu wel doen, want het is een herkenningspunt voor Ypenburg. Nou, heel goed. Dus u heeft al eigenlijk dingen gerealiseerd. En hoe zit... Weliswaar wel in mijn eigen stadsdeel. Maar ik ben nu ook, ik heb de ouderen ook bezocht. Ik ben nu wel actief ook voor mijn eigen gemeenschap. Maar ja, goed, ik ben nog pas komen kijken, dus ik moet nog zoveel leren. Dus vandaar moet ik wel overal aanwezig zijn. En dat ben ik ook zeker aan het doen. Dames en heren, het is nu tijd voor weer een leuk muziekstuk. Zijn we zo snel mogelijk bij u terug. Zara si dil mein de jaga tu zara sa apna le bana zara sa khwabon mein saja tu zara sa yaadon mein basa तुझको मेरी जावे बना फिदा हूँ तुझ पे मेरी जावे बना वन सेकेंड तुझको मेरी जावे बना
fida ho tujh pe meri jaan me bana wo Beste kijkers, we zijn helaas alweer aan het einde gekomen van dit bijzondere programma. Wij hopen dat u heeft genoten en graag tot de volgende keer. Fijne avond.